Dankjewel. Nou, dank voor de uitnodiging om hier een verhaaltje te mogen houden. Mede namens mijn collega Mirjam Blokker. Mijn naam is Jan Vreeburg en ik werk al 100 jaar bij KWR. En heb daartussendoor ook nog bij een aantal universiteiten gewerkt. De Technische Universiteit Delft en de Wageningen Universiteit en Research. En die ervaringen daar die komen in de loop van dit verhaal hopelijk ook naar voren. Ik kom uit de drinkwaterwereld. En vanuit uw perspectief, zeg maar, is dat weer een stapje hoger of een stapje verder in de waterketen. En dus via de gemeente, het huis, kom je uiteindelijk bij het drinkwaterbedrijf terecht. En we gaan het hebben over drinkwaterprognoses. Maar voor we dat doen, wil ik u even wat meenemen in drinkwaterwereld Nederland. We zijn een publieke voorziening. Dat zal u niet onbekend in de oren klinken, zogenaamd full cost recovery. We krijgen dus geen subsidie of wat dan ook. Alles wat wij doen moet uit de tarieven betaald worden. We kennen wereldwijd een ongekend hoge prestatie als drinkwater in Nederland. Ik ben geen bedrijfseigenaar, ik ben slechts vertegenwoordiger daarvan, maar ik kan dat zonder enige gêne zeggen dat we de beste drinkwatervoorziening hebben ter wereld. En dat laat zich zien in deze cijfers, die wellicht u niet zoveel zeggen, omdat u er zo aan gewend bent. Wij distribueren drinkwater zonder restdisinfectie, dus zonder chloor. Er is bijna een verwaarloosbare lekkage, 3-5%. En een zeer laag breukrisico van minder dan 1 per 20 kilometer per jaar. En die kosten voor onze voorziening is ongeveer 1,5 euro per kubieke meter. Daarmee is de kubieke meterprijs voor water volgens mij op dit moment lager dan die voor gas. Dan kan je nagaan. Ja, hoe verzin je dit, zou je bijna kunnen zeggen, maar het is wel zo. Als ik dit op een internationaal congres laat horen, dan wordt er op zijn minst verwonderd gekeken. En soms zelfs onverholen gezegd, joh, je liegt. Dat kan niet. Nou, dit is uit en daarna bewezen en bevestigd, et cetera. Het kan wel. En hoe dat nou komt, dat wil ik u dan later ook laten zien. En dat doe ik een beetje aan de hand van de historie van het aantal bedrijven in Nederland. In 1945 waren er ongeveer 200 waterleidingbedrijven in Nederland. Een mix van gemeentelijke, provinciale en soms zelfs een enkel privaat bedrijf. Vanaf 1945 kan je zeggen dat de ontwikkeling van de voorziening begon. In 1945 lag er ongeveer 20.000 kilometer leidingnet en nu ligt er 125.000 kilometer leidingnet. Dus je kan zien dat in die tijd het enorm gegroeid is. Gedurende die periode heeft er een fusieproces plaatsgevonden uit efficiëntieoverwegingen, ook een beetje gestimuleerd door de overheid. En we hebben er op dit moment al bijna 20 jaar, 15 jaar, 10 waterbedrijven over. Dat zijn dus allemaal publieke bedrijven. En hier zie je een kaartje hoeveel het er ongeveer, hoe die verdeeld zijn in Nederland. Daarnaast KWR is ook een mooi voorbeeld, want deze drinkwatervoorziening die komt eigenlijk door hoe wij als Nederland waterproblemen te lijf gaan of watermanagementproblemen te lijf gaan. En eigenlijk de waterschappen zijn er ook een prachtig voorbeeld van, namelijk samen doe je meer en dat doen we al vrij lang. Hè. Waterschappen bestaan al 1000 jaar, zeg ik altijd vol trots in het buitenland. In 1948 werd KIWA opgericht, het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen. Nou, dat is typisch in die periode van bouw is er behoefte aan standaardisatie, aan normalisatie, aan afspraken over hoe we dingen doen, hoe we dingen aan elkaar knopen. En dat besef was er toen al heel snel bij de drinkwaterbedrijven, want de drinkwaterbedrijven hebben KIWA opgericht. Als publieke bedrijven hebben ze dit private bedrijf opgericht. In 1952 is de VEWIN opgericht, de Vereniging van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland. En daarmee zou je kunnen zeggen, daarmee hebben we ons bestuurlijk verenigd. Om ook bestuurlijk een vuist te kunnen maken of in ieder geval een entiteit te kunnen vertegenwoordigen. En in 1972 zie je dat na dat technische en dat bestuurlijke organiseren ook dat onderzoeks organiseren op gang kwam. Nog als onderdeel van KIWA, er werd een afdeling, sorry. Speurwerk opgericht. Het ding heette echt zo. Je ziet daar een plaatje waar ik gelukkig ook niemand meer in herken. Dat was de ondertekening van het eerste gezamenlijke onderzoeksprogramma. Dat was in 1976 al. Dat heette toen nog steeds speurwerk, gezamenlijk speurwerk. En uiteindelijk is dat het bedrijfstakonderzoek geworden. En dat is in 1983 voor het eerst gedaan.
En het formele bedrijfstakonderzoek, dat is het onderzoek wat de drinkwaterbedrijven gezamenlijk doen. Dat doen ze in programma's van zo'n jaar of 5. En dat wordt geprogrammeerd door de bedrijven in samenwerking met KBR. En KBR voert daar het grootste gedeelte zelf van uit. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een soort van STOA, maar dan ook met de uitvoering erbij. Dat werkt zeer effectief. De reden dat wij zo'n ontzettend goed presterend waterbedrijfstak zijn, is niet in de laatste plaats te danken aan de gezamenlijke inspanning van de bedrijven, ook binnen KWR. Nou, en in 2006, toen waren we nog steeds onderdeel van Kiwa. En dat was Kiwa hoofdafdeling Keuringen en Kiwa hoofdafdeling Speurwerk. Nou, die zijn gesplitst omdat Kiwa werd een commercieel bedrijf. En eigenlijk houden ze zich nog maar een heel klein gedeelte met waterleiding bezig. En voor de rest certificeren ze alles. Taxis. Als je een chauffeurskaart wil hebben, moet je die bij Kiwa halen. Nou, noem het allemaal maar op. Dus dat werd echt een commercieel bedrijf. Waarvan de waterbedrijven ook zeiden, wij als publieke bedrijven kunnen dat niet meer doen. Dus het bedrijf is gesplitst. Kiwa is verkocht aan de banken, zou je kunnen zeggen. En KWR is als onderzoeksinstituut doorgegaan. KWR, je zou vaak een echo kunnen horen van Kiwa Water Research. Maar ja, het is internationaal een afschuwelijke afkorting overigens. KWR. Nee, niet fijn. Maar goed, het laat wel zien dat kwaliteit levert resultaat. Het blijkt dus op het moment dat we gezocht hebben naar normalisering, standaardisering, organisatie, samenwerking, kwaliteit. Hoe gaan we met problemen om? Dat dat uiteindelijk iets oplevert wat ongekend goed presteert tegen eigenlijk een ongekend lage prijs. Dus als je je nood laat leiden door die prijs, maar door kwaliteit, kom je altijd iets uit wat ja, erg goed is zelfs. Wat zijn wij nu? Bridging science to practice, ofwel wetenschap naar de praktijk brengen en terug. De praktijk naar de wetenschap brengen. We hebben een onderzoeksfaciliteit in Nieuwegein. Nou, die 10 Nederlandse en Vlaamse en 1 Vlaams drinkwaterbedrijf. En ongeveer met z'n 180, waarvan het meeste onderzoekers zijn. Daar weer de helft van ongeveer gepromoveerd en nog een aantal professoren. Nou, het kan niet op, zou je bijna kunnen zeggen. We zijn not for profit en onafhankelijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste waarin wij kunnen functioneren. Als wij onderzoek doen, dan doen we dat ongeacht onze opdrachtgever. Wij doen dat ook niet om onze aandeelhouders te plezieren, om die een dividend uit te keren. We doen het alleen om de kwaliteit van het onderzoek. Wij zullen dus ook best vaak kritisch zijn ten opzichte van onze aandeelhouders. Vriendelijk kritisch natuurlijk, maar we zijn zeker geen consultant wat dat betreft. Wij vertalen wetenschappelijke kennis in praktisch toepasbare oplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en de internationale drinkwatersector. Nou, tot zover de boodschappen van de sponsor. Dan nu een korte historie van de drinkwaterprognoses in Nederland. Tot de jaren 90 hadden wij de zogenaamde VWIN 10-jarenplannen. Nou, je herkent daar die samenwerking, die enorme hoeveelheid bedrijven ook nog. Hè. Toen ik in de bedrijfstak begon, eind jaren 80, waren er nog 65 waterbedrijven. Dus dat waren er toen nog steeds echt wel veel. En die stemden met elkaar af wat die drinkwaterprognoses zouden zijn. Dat is fijn prognosticeren, want het groeide allemaal als gekken. Dus dat was altijd leuk prognosticeren, want het kon meer, heel veel meer of nog meer worden. En dat werkt altijd prettig natuurlijk. Nou, toen begon er een periode te komen van dreigende privatisering. Het tijdperk Thatcher en Reagan en wat in Engeland allemaal gebeurde, dat had ook zijn weerslag in Nederland. Dus de bedrijven trokken zich wat terug. Die fusies gingen wel door, maar ze trokken zich allemaal wat terug. Nou, dat is op een gegeven moment toen Jan Pronk gezegd heeft, we houden het nationaal en publiek. Dat was een opluchting, daar konden we eigenlijk weer wat naar elkaar toekomen. En daar begin 21e eeuw is daar een bestuurlijk, dat ligt nu ook in de wet vast, het zogenaamde leveringsplan gemaakt. Het leveringsplan kent 3 onderdelen. De beschrijving van de bedrijfsvoering onder gewone omstandigheden, onder calamiteiten en onder rampen, zeg maar, de nooddrinkwatervoorziening. Nou, die gewone drinkwatervoorziening is eigenlijk het belangrijkste, omdat je daar je hele bedrijfsproces in vastlegt in een ISO 9001 certificeerbaar systeem. De wet schrijft niet voor dat je dat hebt, maar wel dat je aan de kwaliteitseisen moet voldoen. Nou, een goed onderdeel daarvan is natuurlijk prognoses. En die prognoses hebben we ook nodig om te kunnen bepalen wat we onder calamiteuze omstandigheden moeten doen. Die prognoses hebben we nodig voor de lange termijn investeringen.
Waarvoor de calamiteuze omstandigheden, het uitval van één groot bedrijfsonderdeel, moeten we dat ongeveer over 5 jaar kunnen voorzien. Dus daar hebben we die prognose ook voor nodig. Dus het is gewoon een bedrijfsmiddel, zou je kunnen zeggen. Nou, drinkwatervoorziening laat ik even voor wat het is. Vanaf 2015 is die methodiek ook weer vastgelegd. Nederlandse drinkwatervoorziening, dat is in een rapport vastgelegd. En dat kwam eigenlijk omdat RIVM in die tijd zei van, nou, ik ken al die leveringsplannen, die zijn ook openbaar, hè, die kan ik gewoon opvragen. En als ik dat nou eens allemaal naast elkaar leg, dan zie ik toch nog wel wat verschillende benaderingen. En hoe krijg ik dat nou voor elkaar? En hoe geef je mij als controlerende overheid nou het comfort dat jullie over 20 jaar, over 30 jaar nog steeds goed drinkwater kunnen leveren? Nou, dat beeld was niet helemaal eenduidig. En dat klopt ook wel, omdat iedereen zo'n beetje tegen de grens begon aan te lopen. En het was ook niet zo spannend, die prognose, want het was allemaal vlak. Dat zal ik straks ook laten zien. En dus het was goed dat daar op een gegeven moment iemand zei van, jongens, sluit de rijen weer even. Daar kwam het ongeveer op neer. En dat is keurig gebeurd. Dat ligt dus, die methodiek, die ligt nu vast. En er is nu een vigerend terrein van prognose en dekking tot 2039. Klinkt weer heel erg. Nou, je ziet daar weer de overleggen en de compromissen zie je weer naar voren komen. Waarom niet 2040? Nou. Dit is het plaatje van de prognoses. Doet er nu even niet zo gek veel toe. Er zitten wat vlakkere prognoses in. Er zit toch een licht stijgen in. Dit is 2015 gemaakt. In 2015 dachten we nog, er gebeurt helemaal niets de komende 10 jaar. Nou, dat blijkt toch iets tegen te vallen. Dus daar is allemaal weer dynamiek in gekomen. En daar zitten ook weer verschillende tijdschalen in. Dan even kijken naar die drinkwatervraag. Want prognostiseren is natuurlijk vooruitkijken. Dat is altijd erg lastig. Maar als we toch eens even terugkijken, dan zien we daar misschien ook wel wat echo's terug die we kunnen vinden. Dit is de drinkwaterafzet over de afgelopen, begint in 1950, 72 jaar. Dus een vrij lange periode. En daar vallen een paar dingen in op. Even die kleurtjes, kijk alleen maar naar de bovenste lijn, want dat is de onderverdeling in bron. Grondwater of oppervlaktewater, dat doet er even niet zo toe. Kijk even naar het bovenste lijntje. Oh, er valt hier net een, valt er een weg. Hier staat een accolade met, dit was de periode van de 17-jarenplannen. En dit is eigenlijk de periode van dat leveringsplan. Dus die nieuwe situatie. Kijk. Ja, nou sta je boven het logo. Ook weer jammer, maar laat maar. Even kijken, er gebeurt nou even niks. Heb ik hier nu. Oh ja, kijk, daar zijn we. 1976 was een hele interessante. Het droogste jaar tot nu toe, hè? 2018, dit jaar, was niet droger dan 1976. Ik kan mij 1976 nog herinneren. Ik was toen 16. 62, inderdaad. Maar wat je hier ziet, is dat piekje, dat was inderdaad een enorm toename in het verbruik. Bijna 10% toename in het verbruik. Dat heeft een enorme indruk gemaakt. Als je al aan het prognostiseren bent, wat allemaal lekker omhoog gaat, en er komt nog eens een keer een piek bij, nou, dat zwiept hem omhoog. In die periode dachten we dat in het jaar 2000 de drinkwatervraag rond de 2 miljard kubieke meter per jaar zou zijn. Serieus, er werd alles op uitgelegd. En ik kan daar nog hele mooie voorbeelden. Brienenoord, moet je maar eens een keer gaan kijken. Dat is, nou, dat doe ik nog wel eens een keer in een anekdote. Die 10% die heeft altijd, moet, boven iedere prognose die we hebben, moet 10% voor je weet maar nooit. Nou, dit is voor je weet maar nooit. Maar je ziet dat dit jaar daarna eigenlijk weer terugvalt. Dus dit is puur gedrag geweest. Er is een reactie op de klimatologische omstandigheden. Het is puur gedrag van mensen geweest. Daarna heb je een hele periode waarin de drinkwaterontwikkeling, de drinkwatervraag eigenlijk stabiel is. Er groeit niks. En dat is zelfs nog raar in die zin dat de bevolking wel groeide. Het net groeide wel. Dat zie je hier zo. Dit is de ontwikkeling van... Nee, ik ga er niet over zeuren. Dit is de ontwikkeling van het... ontwikkeling van het leidingnet. Ook ongeveer op diezelfde tijdschaal. En je ziet hier dat... Ja, dat leidingnet dat groeit hier nog steeds. Er zit nog steeds een behoorlijke toename. Het gaat vanaf nul. Hè? Dus er zit echt wel een behoorlijke toename nog steeds van de groei van het leidingnet. Maar je ziet de drinkwatervraag niet groeien. Terwijl de bevolking wel steeg. Nou, dat betekent dat daar netto een afname plaatsvindt van de drinkwatervraag. En hoe komt dat nou? Dat komt voornamelijk vanwege apparaten. In die tijd
was energiebesparing ook interessant. 73, eerste oliecrisis, 77, 74, tweede oliecrisis. Het begon allemaal. Energiebedrijven begonnen waterbesparende douchekoppen uit te delen. Wasmachinefabrikanten gingen energiebesparende wasmachines leveren. In plaats van 100 liter per cycle werd er nog maar 20 liter per cycle gebruikt. Waterbesparende douchekoppen in plaats van 12 liter gingen nog maar 9 liter per minuut doorheen. Dus dat was een heel groot effect. Dus eigenlijk werden waterbesparende toiletten, et cetera, werd daar op apparatenniveau ongemerkt water bespaard. Niemand deed dat echt bewust, maar dat was ongemerkt. En daar zie je ook dat dat consistent is. Dus het was in 1990-2010 was vooral apparaten die veranderden. Ja, en dan krijgen we hier nu... Oh, wacht even. Ik moet even terug. Dit is een interessante. Want dat zijn die... Ik zou hem eigenlijk ietsje uit moeten lichten, maar laat ik dat... Je ziet hier dat 2018, 19, 20, daar stijgt het opeens weer. En iedereen wordt weer zenuwachtig. 2017, toen we die prognoses maakten, toen bleek het allemaal nog redelijk vlak te zijn. Ja, RIVM zei, je moet ook nog wel rekening houden met wat groei. Nou, vooruit, dat doen we dan ook nog. Maar eigenlijk blijkt dat die laatste paar jaren het ruim overschreden wordt van wat we toen in het meest optimistische, of pessimistische, even zo je wilt, scenario dachten. Wat is hier nou aan de hand? Het net breidt niet uit. Het aantal inwoners breidt niet gruwelijk uit, terwijl het verbruik wel toeneemt. Nou, dat is heel interessant. Gedrag, zou je zeggen. Zo'n kortstondig effect is gedrag. Ja, die zit hier nog niet in. Die zit pas in 2020. En thuiswerken, je gaat nog net zoveel naar de wc. Alleen niet op kantoor, maar thuis. Dus het is op zich... Daar zijn wel studies naar gedaan, maar het valt reuze mee. Over grote kansen dus. Hè? Zeg je? Ja, nou ja, dat zou ik wel zeggen. Want die wasmachines en zo, die worden niet heel veel zuiniger meer. Van 100 naar 20, of van 100 naar 50 naar 20, dat zijn leuke stappen. En van 20 naar 18 en 16, dat schiet allemaal niet zo gek meer op. Hè? Dus dat zit wel zo, maar die eerste grote stappen zijn wel gemaakt. Dus we zitten nu wel weer, en dat is de grote vraag. Wat is gebruik? Wat is apparaten? En waar kunnen we nog wat doen? Wat moeten we dus voor de toekomst voorzien? En daarom is dit nu ook weer een... Hier zit de totale drinkwaterafname bij. Even uit mijn hoofd is ongeveer de industriële afname is hier 10-15% van. De industriële afname is niet zo groot. Ook kleinindustrie, zeg maar, dat zit gewoon in drinkwater. Die hebben ook vaak gewoon een 3,5 kubus aansluiting of een 1,5 kubus aansluiting, zeg maar. Dus dat is ja, de kapper, de bakker, de groenteboer, et cetera. Dat is gewoon drinkwaterverbruik. En dat... Sorry? Dat is een hele andere tak van sport. Ja, maar op het moment dat is echt grote industrie. En daar gaan we ook eigenlijk met de subsidiaries. Je hebt dat Evides, Industriewater, PWN, Technologies. Er zijn er nog een paar, Northwater, die eigenlijk specifiek die industriewater van water willen voorzien. Die ook buiten de drinkwater omgaan. Even kijken hoor. Ja, dus dit wordt een hele interessante. Hoe zit dat nou in elkaar? Wat is nou apparaat? En wat is nou gedrag? Nou, dan kom ik een beetje naar de truc die we... We gaan eerst even kijken naar het belang van drinkwater voor afvalwater. Ik zei net al, van we zijn ongeveer uw grootste toeleverancier. Nou, drinkwater is natuurlijk een enorme hoeveelheid van hoeveelheid afvalwater. Hier heb je die prognoses. Die had ik er nog even bij gezet. Hier zie je die lijntjes die prognoses waren, ja. Kom ik straks op. Ja. Antwoord is, ik weet het niet, maar het gebeurt wel. Hier zie je die prognoselijnen. Dus wat we toen dus in 2017 dachten. Je ziet dat die twee piekjes daar behoorlijk overuit gaan. Maar wat we wel zeggen is, het gebruik van drinkwater is de productie van afvalwater. Er zit niet zoveel tussen. Er is misschien een klein beetje tijdsverschil tussen, maar eigenlijk alles wat er aan drinkwater in huis ingaat, komt er als afvalwater weer uit. Sorry? Ja, nou die paar, die, dus ik heb het even over wat de component drinkwater hierin is. Degene die dat doen, als het substantieel is, dan moeten ze daar een vergunning voor hebben, dan kan je ze eigenlijk ook wel weer terugvinden. Maar ik kom daar straks wel even op terug. Ook daar kom ik op terug. Hou hem vast.
Drinkwater is gedrag maal apparatuur. Dat is een beetje wat ik hiermee zeg. In die tijd van stabilisatie nam het aantal mensen toe. Het gedrag veranderde eigenlijk niet. Hè. Je moet nog steeds een wc doortrekken. Maar als het apparaat minder water verbruikt, of ik moet nog steeds een wasje draaien, dus als het apparaat minder water verbruikt, dan is mijn totale drinkwaterverbruik minder. Dus gedrag blijft hetzelfde. Apparaten veranderen, krijg je ander drinkwater. Andersom geldt ook, apparaten blijven hetzelfde. Ik ga meer douchen, dus meer drinkwater. Dat is de gedragscomponent. Nou, het aardige is dus dat we het gedrag, daar hebben we mooi onderzoek gedaan. En dat is eigenlijk Simdeum. Dat zijn de Simdeum staat voor Simulation of Demand. Een end-use model. Een eindgebruikmodel, zeg maar een kraanmodel. En ja, apparatuur. Ik heb hier een plaatje. Nou, de meest wonderlijke dingen die komen voor je ogen. En wat tegenwoordig natuurlijk populair is, regenwater. Daar moeten we van alles mee. En dat moeten we daar weer voor gebruiken. Met excuus even voor iedereen die er enthousiast over is. Dat gaat niet werken. Doe gerust mee aan allerlei projecten, enthousiast ook. Uiteindelijk werkt het niet. Het is installatietechnisch niet mogelijk. Het is veel te duur. Het is te gevaarlijk. Ik kan er nog een paar dingen over doen. Ik loop al een tijdje mee. Ik ben daar wellicht door wat gebiased. Maar ik geef op een briefje. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. En trouwens, vanaf de kant van de afvalwater gezien, is dit helemaal niet fijn. Want stel dat ik mijn toilet ga doorspoelen met regenwater. Wat zal ik dan besparen op de hoeveelheid water die ik gebruik? Geen enkele reden meer toe, zeg maar. Terwijl het veel interessanter is om minder afvalwater te produceren en een wat geconcentreerdere, beter voorspelbare stroom te leveren. Een paar definities. Ja, nou, ik heb het over een prognose, dan heb ik het over een vooruitblik voor verbruik. Een model, dat is de beschrijving van het verbruik op enig moment op enige plaats. En dat moment kan een tijdschaal zijn die varieert van 1 seconde tot, nou ja, jaren. De plaats is een ruimtelijke schaal die varieert van een enkele aansluiting tot hele voorzieningsgebieden. En voorspelling vind ik altijd een beetje lastig. Beschrijven van het verbruik op basis van logische extrapolatie van verschillende aspecten. Glazen bol kijken zou je het kunnen noemen, want ja, 2017 dachten we toch heel anders over dingen dan die zich nu gerealiseerd hebben. Dus ik ben er altijd wat huiverig voor. Als ik kijk naar waterstromen, ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het CBS. Ik kijk eens op hoe wordt Nederlandse bodem gebruikt. En daar zie ik dat daar ongeveer, dit is eraan bebouwd terrein, verkeersterrein, semi-bebouwd terrein. En onder het motto, ik weet er niks van, dus laat maar eens een slag in de rug doen. Ik had dat natuurlijk goed op kunnen zoeken, heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon een beetje mijn gevoel gevolgd, omdat je zo lekker veel uit je duim kunt zuigen. Laat nou eens 10% van het bebouwde terrein en verkeersterrein afstromen naar het riool van die 750 milliliter die er per jaar valt. Daar kunt u me helemaal op afbranden, dat begrijp ik. Maar ik kom in orde grootte van, nou pak een beetje 3,5, 4 miljard kubieke meter water op jaarbasis. Drinkwater is 1,2 kubieke meter, miljard kubieke meter water per jaar. Nou, verhouding van 4 staat tot 1. 1 staat tot 4, 1 staat tot 3. 1 staat tot 3, zeg maar. Nou, laten we nou eens kijken naar een gemengd rioolstelsel. Laat ik nou zeggen dat 70% van die afstroming daadwerkelijk nog eens een keer in een rioolwaterzuiveringsinstallatie inkomt. Dat betekent van die 1,2, dat heb ik maar even over het hele gebied gedaan, dus die 1,2 gigakubieke meter plus 0,7 maal die 3,6 geeft ongeveer 4,8 gigakubieke meter, waarvan dus 25% drinkwater is. Nou, dan kan je nog zeggen dat is nog een kleine stroom. In dat drinkwater zit wel alle rotzooi die je tegen moet komen natuurlijk. Daar zit alle belasting, et cetera. 0,7 maal 3,6. Vooral op 4,8. Ja, ik heb een foutje gemaakt, ik zie het. Dank je. In ieder geval, dat maakt het sommetje eigenlijk nog steeds leuker, want daar wordt het nog meer van. Hè? Dus er zit nog meer van die stroom in drinkwater terecht. Nou, als ik het eens een keer heel netjes doe, dat ik het gemengd gescheiden heb, maar dan komt er toch altijd nog wel 10% daarvan af, dan kom ik naar 1,6. Die klopt wel. Fijn, dank je. En als ik het nou eens heel goed doe, dat ik alleen nog maar afvalwater, huishoudelijk afvalwater of afvalwater in het algemeen naar de rioolwaterzuivering installatie breng, dan heb ik echt 100%. En dan wordt het heel interessant van hoe ziet dat drinkwater er nou uit? Want dat is bijna 1 op 1 direct vertaald afvalwater. Nou, wij hebben als drinkwater hebben we heel veel
profijt van dat kleine modelletje. Dat was namelijk dit, daarom is Mirjam Blokker erbij. Die is gepromoveerd op dat Symdeum. En dat heette toen stochastisch modelleren van het drinkwaterverbruik om de hydraulica en drinkwaterdistributie beter te begrijpen. Waarom hebben we dat gedaan? Waarom hebben we zo'n model überhaupt gemaakt? Nou, dat was weer mijn schuld. Ik ben ooit gepromoveerd op dat blauwe kafje. Discoloration in Drinking Water Systems and a Particular Approach. Eigenlijk komt het erop neer, binnen drinkwater kennen wij een fenomeen dat heet bruin water. Dat was altijd gerelateerd met gietijzer. Nou, daar heb ik wat meer naar gekeken. En eigenlijk is dat niet met gietijzer te maken, maar heeft dat met deeltjes te maken. Deeltjes die kunnen bezinken. Als je de leidingen wat te groot maakt, waarin het water ongeveer op stil staat, dan kan het bezinken. En als je er dan af en toe eens een keer een flinke stroom doorheen doet, omdat iedereen tegelijkertijd iets doet of zo, of omdat er een breuk is, dan wervelt dat op en levert bruin water. En als je dat vervolgens weer even laat staan, dan bezinkt het weer. Nou, dat zijn die twee potjes. Feit in hetzelfde monstertje, één keer opgeschud, dan wordt het bruin, dan is het vervelend. En als je het rustig laat staan, dan bezinkt het weer. Dus dat die deeltjes waren de achterkant. En het idee eigenlijk was, als je kijkt naar een drinkwaterleiding net, dan is dat helemaal verknoopt, met name in het distributiegedeelte. Dus in het gedeelte in de straat, de last mile. En als dat allemaal aan elkaar verknoopt is, dan staat het maar een beetje te klotsen. En dan is het eigenlijk ook nog te groot, omdat we dachten dat we daar veel pluswater mee moesten leveren. Dus dat was eigenlijk, staat daar de ideale bezinkingsomstandigheden. Als we dat willen gaan verbeteren, dan zouden we dat drinkwaternet, de snelheid daarvan moeten opvoeren. En eigenlijk zouden we er dan doodlopende stukjes van moeten maken met kleinere diameters waarin het water iedere dag even wordt opgewerveld, zeg maar. Dus alles wat er in 24 uur bezinkt, dat het even één keer per dag eruit gaat. Dan zie je het niet en dan kan het zich niet ophopen. Dat was heel interessant. Maar omdat, goed, dan heb je hier dat plaatje van, dit is een modelletje zoals je dat nu tegenwoordig in de grond ziet. Waarin je ziet dus dat daar, nou, er zit een wat grotere leiding in die nog wel helemaal verknoopt met allemaal aan elkaar zit. Maar dan zitten daar kleinere leidingen in die echt uitlopen naar 30, 40 millimeter leidingen. En dat is een revolutie geweest in drinkwater. Omdat dat echt een hele andere benadering is. En het leuke hiervan is, het is goedkoper en het presteert beter. 30% goedkoper en het presteert beter. Dat helpt, die 30% goedkoper hielp lekker in het succes ervan. Want er zat namelijk ook nog wel een maatschappelijk probleempje. Dat waren die brandkranen. Die vroegen nogal veel water. Nou, toen hebben we dus met die sector ook goed overlegd. Wat heb je nou precies nodig? Wat wil je nou precies? Waar zit dat nou? Daar bleek ook een heleboel historie achter te zitten. En daar bleek ook een heleboel aannames en witte mannen met grote snorren achter te zitten. Nou, misschien kent u het een beetje. Maar uiteindelijk heeft dat geleid tot echt een nieuwe benadering van bluswater, van brandbestrijding ook nog een keer. En ik vat het ongetwijfeld ook weer niet goed samen, maar eigenlijk is een beetje de politiek, nou, als we het niet kunnen blussen, dan moet je het vooral laten gaan. En dan moet je de omgeving bewaren en niet te veel water er meer opgooien, want dat heeft toch geen zin. Het was een vrij redelijke revolutie daar zo, maar dat heeft dus wel geholpen. En ook om een beetje te illustreren, om te illustreren dat het werkt. Ik word altijd veel te enthousiast hierin. Hè? Maar het is fijn dat je me daarop reageert. Want nou ja, hoe werkt Symdeum? Daar heb ik een heleboel slides van. Dat is ook allemaal in het Engels. En de conclusie is, het werkt. Dat is 20 jaar onderzoek. Ik kan dat nu proberen uit te leggen aan u. En dan kunnen we een heel eind komen. De essentie van dit verhaal is dat we zo'n curve van verbruik, dat we die goed kunnen modelleren. En dat doen we door het gedrag van mensen in feite te modelleren. Door te kijken wanneer ben je thuis, wat doe je nou, hoe vaak ga je naar het toilet, wat voor soort apparaten heb je, hoe lang douche je. Dat gaat met onderzoeken die we aan de ene kant gericht doen. CBS doet daar nu ook een heleboel werk voor naar gewoon surveys van mensen, 1000 man die we ieder jaar ondervragen of iedere 3 jaar ondervragen. We doen dat door marktanalyses. Wat voor toiletten verkoop je nou? Wat zijn de installaties? Dat soort dingen meer. En we doen dat door time budget, zoals dat heet. Hè? Van wanneer ben je thuis? Wat doe je nou? En dat combineren we met gegevens van ook weer CBS. Van hoe ziet de samenstelling van een wijk eruit? Hoeveel 1-persoons? Hoeveel 2-persoons? Hoeveel 3-persoons? Wat is de leeftijdsverdeling? Allemaal gegevens die publiek domein beschikbaar zijn. En dat kunnen we combineren en daar gooi je dan een stochastiek overheen.
betekent gewoon met dobbelstenen gooien en dat op een wat interessantere manier en wat moeilijker, zodat je er zelfs op kunt promoveren. Wederom, het is een wat ruwe kortsluiting, maar de conclusie is, het werkt. En sterker nog, nou, daar loop ik nu even een beetje doorheen. Hier zie je bijvoorbeeld nou, de fingerprint hierboven, dat ding, dat is de fingerprint van een wasmachine. Dan heb je vervolgens hoe vaak gebruik je dat ding, met hoeveel personen doe je dat. Nou, dat ga je dan weer een beetje husselen over zo'n heel gebied. En uiteindelijk levert dat van alles op. Oh, wacht even, die is misschien ook nog wel interessant. Want uiteindelijk levert het patronen op die goed overeenkomen met hetgeen wat we meten. Sterker nog, we hebben nu meer vertrouwen in onze modellen dan dat we hebben in onze metingen. En dat maakt een wereld van onderzoek opeens mogelijk. Want ik kan iemand met een ander gedrag in een andere installatie zetten. Ik kan wat aan die installatie knutselen en dan kijken wat voor gevolgen dat heeft. We hebben dus een keer echt, dat hebben we gedaan, een Nederlands gezin, gedrag van een Nederlands gezin, in een Amerikaanse installatie gezet. Amerikanen gebruiken notoire veel drinkwater. Het gedrag van een Nederlands gezin verklaart het verbruik in een Amerikaanse installatie. Apparaten. Amerikanen en Nederlanders gebruiken hun water niet zo erg als je even dat groene grasveld daarvan aftrekt. Nou, dat blijkt, Rien. Ik ondertussen... Ja, dit is Mirjam is gepromoveerd in 2012, geloof ik. En al dat onderzoek daarvoor, dat komt allemaal daarvoor al vandaan. En dat hebben we wel geverifieerd. En dat is allemaal... Ja. Ja. Ja, hadden we kunnen doen als iemand dat gevraagd had. Want dat is natuurlijk toch wel even wat gedoe. Maar dan gaat namelijk die time budget veranderen. Je bent langer thuis. Dus meer van je toiletgebruik vindt in het periode plaats dat je thuis bent. Nou, dan gooi je die dubbelsteen weer overheen. Ga je om 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, et cetera. En dan krijg je dat verbruik. Ja, wasmachine, idem. Nou, hier leggen we dat uit speciaal voor het toiletgebruik. Interessant allemaal. Sterker nog, we kunnen ook heet en koud water van elkaar onderscheiden. We hebben daar ook patronen voor bedrijven, van hotels, van instellingen, van dat soort grotere bedrijven. Veel van die kleine bedrijvigheid volgt ook gewoon het huishoudelijk patroon. Dan is het wel een bedrijf, maar is het een kantoor wat eigenlijk gewoon een huishouden is. Bijvoorbeeld heel veel grootgebruikers, echt grootgebruikers, zoals een penitentiaire inrichting. Ja, een verzorgingstehuis is hetzelfde ongeveer. Dus we kunnen bijna het volledige verbruik op deze manier modelleren. En het is niet zo gedetailleerd, want vaak blijkt dat drinkwaterverbruik helemaal niet zo gedetailleerd te zijn. Ook weer kijken naar het eindgebruik. Waar gebruikt, als er echt een specifiek waterafhankelijk proces is, dan is dat eigenlijk relatief eenvoudig, want dan kan je er zo in stoppen. En voor de rest is het een koffiemachine, een keuken, een kantoorgebouw. Hier ook, een prachtig gebouw, maar wat gebruiken we? Toiletten en koffie. En dat is prima te reden. Ja. Ja, precies. Nou, hier laten we staan. Wacht even, daar zat hij. De conclusie, gemodelleerde vraagpatronen komen goed overeen met gemeten patronen op verschillende tijd- en ruimteschalen. Zoals ik al zei, we vertrouwen de modellen op dit moment meer dan dat we de metingen doen. Diezelfde truc, zoals ik al zei, kunnen we ook in afvalwater toepassen. Dus in plaats van dat we allerlei algemene dingen en met algemene vergelijkingen zoals in de leidraad riolering erop zetten, kan je dat heel gedetailleerd doen. Dat hebben we een paar keer gedaan. En daar zijn dit voorbeelden van. Ook daar is weer iemand op gepromoveerd. In Engeland in dit geval, Olivia Bailey. Heeft daar een paar leuke publicaties over gemaakt. Lees ze eens op een vrije zondagmiddag, zou ik zeggen. Maar het komt daarop neer dat we heel goed kunnen beschrijven wat er de droogweerafvoer, of wat de niet de droogweerafvoer, maar wat het huishoudelijk afvalwaterafvoer is. Sterker nog, we kunnen temperatuur en samenstelling een beetje voorspellen. Dat hebben we in Amsterdam ook een keer getest en gemeten. En dat allemaal prachtige verhalen kunnen we erover vertellen. Maar ook daar geldt weer, het klopt redelijk. Het klopt zelfs goed. Op basis daarvan hebben we weer eens kunnen zeggen, goh, wat gebeurt er nou als de drinkwatervoorziening halveert? Als we naar die 60 liter per persoon per dag gaan. Wat gebeurt er als we het verdubbelen? Dat was vooral bedoeld om te kijken, houdt de drinkwaterleiding net dat? Maar toen hebben we dat ook maar eens gelijk bekeken in de afvalwaterleidingen. Nou, dat blijkt allemaal weer reuze mee te vallen natuurlijk.
Nou, dit was nog even waarom het. Wat kunnen we hier nou mee? Nou, nog even samengevat. Drinkwaterprognoses zijn vastgelegd in de drinkwaterwet. Leveringsplannen kan je gewoon opvragen. Daar zitten die prognoses in. Beter is om eens een keer met je waterbedrijf te gaan praten om te kijken wat er gebeurt. Nou, PUN doet dat al. Er zit een schat van informatie. Alles wat je probeert via de gemeente te krijgen, kan je beter via het waterbedrijf krijgen. Zeg maar dat ik je gestuurd heb. Wie weet lukt dat. De prognose van de methodiek en de rapportage zijn vastgelegd. Vraagmodellen zijn beschikbaar. Drinkwaterverbruik is afvalwaterproductie. En dat is getest en gevalideerd. Maar wat kan dit nou betekenen? Nou, bijvoorbeeld als ik kijk naar het droogweerafvoer. Dat kan ik meten, dat hele droogweerafvoer. Hè? Dat is een kwestie van meten wat er binnenkomt. Dit kan ik nu, huishoudelijk afvalwater en het afvalwater van bedrijven en instellingen, dat kan ik perfect modelleren. Ik wil niet zeggen dat ik het precies modelleer, maar ik kan de trend heel goed modelleren. De hoeveelheden, dat afvlakken, dat kan ik allemaal prima modelleren. Als ik dat heb, ja, dan heb ik eigenlijk met rioolvreemd water krijg ik op een presenteerbaartje aangeleverd. En dat kan ik op iedere schaal doen die ik wil. Ik kan dat dus ook op straatniveau doen. Tenminste, als ik dat droogweerafvoer kan meten. Dus op ieder niveau dat ik dat droogweerafvoer kan meten, kan ik zo'n model maken en kan ik eigenlijk het rioolvreemd water vrij adequaat bepalen. Ik heb het ook over het nauwkeurig hydraulisch ontwerp van de inzameling gehad. Dat is eigenlijk een gemeentelijke taak. Er zitten ook nog wel wat dingetjes aan. Nieuwe concepten inzameling. Ik zal dat even heel kort toelichten. En uiteindelijk kan ik dus ook heel nauwkeurig bepalen wat de belasting voor de zuivering wordt. Omdat ik, nou ja, met al die modellen weet ik ook wat de input daarvan zal zijn. En dat kan ik doen in droge periodes. In natte periodes wordt het iets lastiger natuurlijk, omdat al die afstromingsresultaten wat moeilijker zijn. Maar zeker in droge periodes kan ik dat vrij goed doen. Even heel snel nog naar die nauwkeuriger inzameling. Dit is het huis. Daar gaat ongeveer 130 liter per persoon per dag in. En er komt ongeveer 125 liter per persoon per dag uit. Nagenoeg 1 op 1. En er zit 500 gram materiaal in, laten we het noemen. Vervolgens gaat dat het gemeentelijk rioleringsnet in. En zelfs als het gescheiden is, weten we daar meer van te maken. En gemiddeld komt daar zo'n 150 tot 300 liter afvalwater, droogweerafvoer, hoe je het ook wilt noemen, bij het gemaal aan. Maar nog steeds met diezelfde hoeveelheid belasting daarin. Dus die verdunt een beetje. Nou, vervolgens komt het bij het waterschap en transporteren en die gaan er wat van zuiveren. Wat gebeurt er nou als ik hier iets aan ga knutselen? Dit is de huidige situatie. Dat komt er eigenlijk op neer, grote leidingen. 300 mm is de minimummaat om afvalwater in te zamelen. En realiseer je dan dat we het drinkwater brengen met van die kleine pijpjes. Weliswaar onder druk, maar de drukval in dat distributienet is ook niet meer dan 1,5 meter onder normale omstandigheden. Dus eigenlijk hetzelfde verval wat je hebt in de riolering. Dat is ook ongeveer die 1 à 1,5 meter. Dus dat scheelt niet zo gek veel. Dus waarom heb ik in godsnaam 300 mm nodig als ik het kan brengen met 50 mm? Dat levert ook allerlei problemen op. De onderkant van de 300 mm is nagenoeg vlak. Als ik iets wil wegspoelen op een vlak oppervlak, heb ik ongelooflijk veel water nodig. Als ik iets wegspoel op een klein oppervlakje, dan blijft er opeens water staan en kan ik het wel afvoeren. Dus die kleinere diameter is heel erg interessant. Buiten dat, dan wordt die leiding heel goed herkenbaar ten opzichte van de regenwaterafvoer. Want die regenwaterafvoer is die 300 mm. En die drinkwaterafvoer, of die afvalwaterafvoer is 150 mm of 100 mm zelfs. Nou, dat ga je niet vergissen in ieder geval.